Wij willen ons, laat me zeggen, de verontschuldigingen aanbieden voor alles wat in de uitvoering van de werkzaamheden en in de uitvoering van datgene wat we bezig zijn te doen, eventueel fout is gegaan. Of als mensen zich niet zo prettig hebben gevoeld tijdens, laat me zeggen, de periodes dat we dus bezig zijn geweest. En ik bied die verontschuldigen niet zomaar aan, en ik herhaal nog een keer, wij verontschuldigen ons, vanwege het feit dat wij proberen het beste te doen. Maar we vragen ook begrip dat de mensen die de gelegenheid hebben gehad om in elk geval terug te komen naar Suriname, ook een beetje meewerken naar ons. Want weet u, we hebben alles erin gezet om u terug te krijgen naar huis. En het enige wat wij dus vragen is om een beetje met ons mee te werken en een beetje, ook al als het een uurtje langer moet zijn, dat u even moet wachten, dat u met ons meewerkt, want we proberen alles mee te nemen. De situatie is totaal nieuw, niet alleen voor Suriname, maar ook in de wereld. En we kunnen niet altijd afkijken wat de wereld heeft, want de wereld heeft ook geen ervaring met COVID-19. Ze zijn nu bezig ervaring op te doen. En natuurlijk wel leervoeden en best practices zoals de Maitaki. Maar gaandeweg, Suriname moet met een eigen passie. Etemalesi, voor de derde keer, de verontschuldigingen, we doen niets opzettelijk. Het kan zijn dat we soms coördinatiemomenten hebben die niet helemaal goed lopen. Het kan zijn dat we mensen hebben op posten die nog niet helemaal goed gecommuniceerd hebben met de beslissingen die zijn genomen. Of het kan zijn dat ze ook anders hebben geïnterpreteerd. We vragen voor alles onze verontschuldigingen. Gisteren hebben we dus mensen van Zorghotel en de mensen van de La Venta Stadion allemaal mochten richting thuiswaarts gaan. We hebben als overheid, en daarvoor heb ik de verontschuldigingen aangeboden. Kijk, we hebben mensen in quarantaineplaatsen gezet. En er was, ik hoef u niet te vertellen, er is een bombardement aan dingen gekomen op Facebook. Van hoe slecht, et cetera, we onze eigen mensen behandelen, et cetera. Nee, de autoriteiten zijn niet gezwicht. Het is dus niet omdat men heeft gezegd van ik heb geen eten gehad, dat we daarom hebben gezegd we gaan de mensen in quarantaine zetten. Dat is dus niet het motief geweest. Het motief is duidelijk geweest. Er zijn voorwaarden gesteld. De voorwaarden die zijn omschreven, ze zijn gedeeld met de mensen. Op basis van de voorwaarden zijn er controles gehouden bij de mensen thuis. En toen alles op een rij gezet dus positief was, dat het voldeed aan alle vereisten, heeft het medisch team beslist dat de mensen dus die in thuisquarantaine zijn geplaatst, daar hun quarantaine zouden mogen doorgaan. Dus het motief is niet geweest omdat er geen brood is geweest. Nee, het was geen kwestie van geld. Er is voldoende geld om dus de mensen te voorzien van alles wat ze nodig hebben of wat ze nodig hadden. Het is een kwestie geweest van logistiek die niet helemaal vlot is verlopen. Echter is het wel zo dat ik ook vandaag weer zal ontkennen dat de mensen dus geen voeding hebben gehad. De mensen hebben wel voeding gehad. Er is water gestuurd, zij het een beetje later dan hoogstwaarschijnlijk de mensen hadden verwacht dat ze het zouden krijgen. En dat is dus een van de zaken waar we dus nu zeker rekening mee houden. Als wij op tijd weten hoe laat en wie waar geplaatst gaat worden, zullen wij ervoor zorgen dat dus de logistiek zodanig in orde is dat dus de mensen bij het reeds betreden van de quarantaineruimtes kunnen beschikken over een aantal zaken. En in dit geval denken we aan pakketten zoals baddoeken, maandverband voor vrouwen, pap voor kinderen, baby's, etcetera. You name it. Mensen die medicijnen nodig hebben, daar hebben wij dus gevraagd als zij ons kunnen aangeven welke medicijnen ze moeten gebruiken. En dan zullen wij ervoor zorgen dat als de medicijnen niet vanuit hun familie komen, dat wij ervoor zullen zorgen dat die medicijnen zullen worden aangeschaft voor de mensen. In elk geval, we proberen het veel beter te doen, zoals ik al eerder heb aangegeven. En het heeft natuurlijk zeker de aandacht van ons.